De vernieuwde gradient functies van Illustrator. Bij de nieuwe release van Illustrator zal je zien dat ze aan de gradient tool gewerkt hebben. Als we hem even bijnemen, zal je zien dat bij de lineaire en de radiale gradient het kiezen van kleur vereenvoudigd is. De kleurstoppertjes zijn cirkelvormig geworden. Als je erop dubbel klikt, opent het kleurpaneeltje. Je kan je kleurwaardes zelf bepalen. Je kan kiezen uit je swatches. En je kan nu ook met de color picker kleuren gaan samplen uit het openstaande artwork. Er is ook een nieuw gradient type bijgekomen, de freeform gradient. We nemen hem er eventjes bij. Er zijn twee types freeform gradients. Dus je kan ze laten bepalen door punten of je kan ze laten bepalen door lijnen. We gaan eerst het eerste type er eventjes bij nemen. Je zal zien dat je bij de freeform gradient veel meer vrijheid hebt om de kleuren binnen het vlak gevoelsmatig te gaan bepalen. Waardoor je eigenlijk zelf meer controle en beheersing hebt over wat je doet. Bij de kleurstoppertjes kun je de kleur wijzigen. Je kan ook de opacity wijzigen. Maar je kan ook de spreiding gaan bepalen. Dit kan je in het paneeltje of je kan het ook met de widget gaan manipuleren tot je eigenlijk zelf tevreden bent van de punten. Je kan punten toevoegen door te klikken in het vlak. Dan kun je de kleur gaan bepalen. En je kan ze weer verwijderen door gewoon te deleten of met de backspace toets of door ze buiten het vlak te slepen. Het tweede type, de freeform gradient bepaald door lijnen, werkt een klein beetje anders. Bij deze gradient bepaal je eigenlijk je kleurverloop door middel van lijnen. Deze gedragen zich een beetje zoals getekend met de curvature tool. Als we nu bijvoorbeeld de donkere tint gaan bepalen, dan zal je zien dat de gradient zich rondom de punten zal positioneren. Zo bepaal je eigenlijk de vlakken binnen je gradient waar de kleur wordt toegepast. En zo ben je weer een creatieve tool rijker om je illustraties of ontwerpen dat tikkeltje meer te geven.